is er nog? Je normaal alleen in film ziet. We staan hier in het bos. We gaan een luchtbed stelen van de jongens. Wat is je beste versiertruc? Hebben jullie zin in een feestje? Ja! Maar het is superleuk. We gaan beginnen! Yes! Ik weet niet, iets van een tussenstuk en nu doet mijn hand zit daartussen. Oh, dit gaat goed! Dit is wel echt teamwork. Dit is even een gentleman. Maar weet je hoe zwaar die koffer is? Ik weet niet. Ik heb er echt te veel in gestuurd. Maar ja, we moeten kunnen kiezen. Blijf een week hier. We hebben er heel veel zin in allemaal. We zijn super benieuwd wat we allemaal gaan doen. Nu kan kussen, maar we hebben echt super veel zin in. Ja, ja, heel veel. Ik hoor net dat Luc gaat kussen. Nee, je moet haar kussen vasthouden. Oh, en ik zei, heb je mijn kussen wel vast? En iedereen verstaat het anders. Ja. Lieve finalisten, welkom op het JSF-kamp. Zoals jullie zien staan er twee hele mooie blokken. Maar daar gaan jullie niet in slapen. Wij hebben twee tenten voor jullie. Eén voor de meiden en één voor de jongens. De tijd gaat nu in. Zo! Wie heeft een pop? We moeten deze dingen oppoppen. Wat moet je met dit ding doen? Oh, dat moet je gewoon neergooien. Dat maakt niet uit. Oké, hier zo. Misschien wel een keer, maar ik slaap altijd in huisjes en nooit in tenten. Dus dit wordt echt drama. Ja, ik slaap dus wel soms in tenten, maar dit is toch wel zo. Welke schipblauw is dit? Oh, deze! Ja, ik ben echt bezig met dat ding op poppen. Ja, voorwerk gewoon. Ja, jij mag niet praten, joh. Nee, dat ben je dan, joh. Dit, valt niet mee? Ik heb geen idee wat hiermee moet, maar ik verzin wel wat. Jongens! Handleiding! We moeten afkijken bij de jongens! Nee, niet afkijken, want zij kunnen het al helemaal niet! Handleiding! Nou, dit telt dus blijkbaar niet mee. Ik heb dat hele ding opgepopt. Maar blijkbaar gaat het om de tent en niet om deze luchtbedden. Dus ik heb het eigenlijk allemaal voor niks gedaan. Nou, kijk, de hele tijd als ik dus aan dat ding trek... Gaat het dus Heb jij een brouwtankje? Nee. Ik wel.
wel, maar niet met tenten. Je moet aan elkaar. Goed dan. Heeft iemand ooit wel eens gekampeerd? Ja, ik ook, maar niet met tenten. Nee, maar kijk, dit past helemaal niet. Het is een mooie tent, hij doorheen. Ja, het gaat wel goed. Joep en ik zijn de stokken erin aan het doen. En dan stuurt hij hem daar, waardoor ik duw hem hier en dan kan hij hem daar sturen. Ja, het gaat heel goed van, maar we zijn heel goed bezig. Dus het komt goed. Nou, Luc die steekt er vanaf daarin en ik laat ze zo door tot en met dit einde. Dus, en als we daarmee klaar zijn, moeten we ook nog op dat hele plastic veld neerleggen. Dus we hebben echt nog best wel veel te doen. Oh, we moeten hier! Hier! Ik denk dat we aan ons aan de dingen moeten doen. Ja, ik heb hem al. Door de tent. Yeah, gaan we. Oh jongens, ik weet het al. Kijk, je hebt twee ruimtes volgens mij in de tent. En deze moet in de ene kant. En die andere moet in de andere kant. En dan kunnen we hier twee luchtbedden inleggen volgens mij. En dan heb je twee kanten van de tent. Wat moet ik met deze stok doen? Ik heb geen idee. Jongens, we zijn bijna verder in, jongens. Jongens, er ligt een gebruiksaanwijzer hier. Ga die gebruiken. Kom je daar nu pas bij? Ja, nee. Ja, inderdaad, hè. Oh, daar komen ze nu pas bij. Gebruiksaanwijzer, moeten we dat... Helemaal niet. Jenny, jij mag echt niks zeggen. Jij denkt echt alleen maar aan eten. Doe maar. Ik denk alleen maar aan eten. Ik heb zin in het eten. Wat eten we eigenlijk? We krijgen maar hulp. Hier. Dus we hebben het allemaal hier nu. En we hebben het zeil nu helemaal uitgelegd. En we gaan het nu opnieuw proberen. Ik denk dat we hulp nodig hebben. We zijn zo! En ook mentale hulp, want het gaat niet goed. Ons hoofd zit helemaal vol. Jullie krijgen hulp, jongens. Yes. Krijgen wij ook hulp? Oh, ja. Ik ben even in mijn vastgelopen. Oké, wij gaan dus nu. Lucht bij de stelen. Wij gaan een luchtbed stelen van de jongens. Ik zet hem neer en dan pakken we zo'n luchtbed en dan rennen we weg. Oké, okay, ik zet hem zo. Pak de andere kant. Kelly gaat ervoor. Eigenlijk. Prima! Kijk, deze tent is nu gewoon klaar. Nu de andere knop. Kijk, dat is oké. Dan gaan we die andere pakken. We gaan nu. Andere kant. Kom, dansen. Onze tent staat, dus we gaan jullie even een rondleiding geven. Kom maar mee. Ja, kom maar mee. Nou, hier is het dus. Ja, hier is het een beetje nog een zooitje, maar we moeten wel dingen opruimen. We gaan echt niet slapen. Hier hebben we de ene kant van de matrassen. Daar slapen ik, Kai en Thomas. Zo, met z'n drieën is het. Aan de andere kant. Kijk, hij is voor een bepaalde reden hebben we hem expres dicht gedaan. Voor de muggen en zo. Er zitten toeters in. En vannacht. Gaan wij de meiden laten schrikken met de toeters. We zijn nu de tent aan het klaarmaken. Ja. Okay, hier liggen dus zeg maar al onze spullen. We gaan eventjes een roomtour doen. Woe! Ja, dit gewoon. Hier slaapt Kelly. Hier ik, hier Larissa en daar Lemmy. Maar nu doen we deze staan weer dicht. En dan gaan we snel naar de andere kant. Hier zitten Lois, Noor en Luna. Hey besties!
lekker in een blijde tent. Oké, is het gezellig hier? Ja, ik ben op mijn bed aan het opmaken, want ik kan er niet tegen als het niet mooi ligt. Ja. Oh, dit is dus mijn toeter. Daar gaan we. Zo. Eten! Eten! Joep! Ik ga naar jou. Ja, ik hoop dat we patat gaan eten. Het is echt, I love patat. Echt heel lekker. Dus dat hoop ik. Als we dat gaan eten, het zou waarschijnlijk wel iets heel lekker zijn. Dus ik hoop dat er echt een bias. Maar dat is sowieso niet zo. Maar anders gewoon vrienden. Hier. Deze beker is echt even groot als mijn hoofd. Oké. Kunnen we beter met elkaar bij. Patat, ik wil patat. Oh, yes. Oh, we gaan het zo eten. Oh, nee. Dit is perfect. Oh, dit ding moet toch open? You got me jump. Oh, eet smakelijk! Eet smakelijk allemaal! Ik heb nog een ding. Je pakt gewoon! Sorry, maar wie is er van plan te gaan slapen? Ik niet. Ik niet! Ik niet! Ook heb ik ook niet. Heel lekker! Gewoon chillen bij elkaar! Godverdamme! Kom, godverdamme! Leuk voor de bloeper! Dit is een bloeper! Dit is een bloeper! Wat was er? Bloeper! Ik wou die mayo dus pakken, maar mijn handen, ja, die zijn niet zo goed. Dus ik liet hem vallen en toen viel die in de mayo. Lekker deze! Ballen! Ik vind het best lekker. Oh, heerlijk! Best of heel! Geïnteresseerd. Maar iemand die heel erg dit, hier kan je me zo blij mee maken. En ik vind het ook wel leuk dat het zo op de tafel wordt geserveerd en dat je het gewoon van de tafel kan eten. En het is ook wel echt fijn dat wij hier deze patat hebben liggen. Ja. Tom. Alles wat geld worden dus gepiept. Dus als ik even... Piep! Ja, dan zie je het is gepiept. Ja, precies. Weet je, en dat is het niet, want dat is grappiger. Danny, daar is één mayo fles doorgegaan, Sam's een beker. Is en allemaal niet... kipnuggets. Ja, godverdomme. Is het weer niet goed genoeg? Nee. Oké, we hebben net gegeten en we zijn nu gewoon gezellig met z'n allen aan het chillen. Hey. En Luc komt er ook even bij, gezellig. Gezellig. En daar staan de anderen. We staan hier in de bosjes. Ja. Wat heb jij op je hoofd? Hij loopt hoor. Oh, jongens, wacht een keer. Vandaar. En dan moet ik ook nog een keer. Hey, nee. We zijn op excursie en we zien allemaal random. Dat wordt de TikTok. Ja. Ja. We gaan een TikTok opnemen. Oké, okay. Joep moet achteruit en die moet in de hele groep filmen. Ja, oké. Okay. Okay. Jongens, Thomas, ga op een boom staan en doe een vogel na. Ja. Oké, okay, jongens, daar gaan we iedereen klaarstaan. Oké. Okay. Regisseur Joep. Ja. Let iedereen op. Slash camera. Stop er. Joep, laat het even zien. Ja. Oh, ziet mij met mijn trein. Joep, we hebben nog meer filmpjes gemaakt. Die kan je zien op het account van het Junior Song Festival. Dus ga zeker kijken. Ja. En nu gaan we een spel doen. Zeker. Wat. We hebben een kaart. Oké, een kaart. Lieve finalisten, jullie gaan een leuk spel spelen. Kijk maar even naar de mat die voor jullie klaar ligt. Hoe lenig zijn jullie? We zijn benieuwd in wat voor... Oh, dat is die met die rondjes. Wij zijn helemaal lenig. Maar let op. Degene die af is, moet een vraag beantwoorden. Oh, dus doe allemaal goed je best. Oké, jongens, ik ben er goed in. Winnen jullie waarschijnlijk? En geef je antwoord ook snel, want je moet, want je medefinalist wacht in een onmogelijke houding tot jij antwoord hebt gegeven. Ik ben echt niet lenig. Dus dat gaat niet goed komen. Dit is echt superleuk. Zit nou weer op bed. Oké, we gaan nu beginnen. Oké, linkervoet op geel. Okay. Wat is links? Wacht, ik ga hier staan. Ik kom maar hier staan. Wacht, ik zie je. Links en rechts. Rechterhand op blauw. Oh, nee. Ja, Danny, je bent af. Linkerhand op groen. Danny is af. Oh. Er is een camera. Met zo'n slecht hier, hè. Wat is je beste versier truc? Ja, ik heb eigenlijk geen idee.
neem waarschijnlijk een openingszin of zo. Ben jij soms de DJ? Want jij bent een plaatje voor mij. Die is slecht. Oké, jongens. We hebben. Rechterhand op rood. Ja, ik geef op. Ik ben niet heel lenig. Ik ga nu een vraag stellen. En de vraag is, heb jij een crush? Het antwoord is ja. Oké, nou dat was heel eerlijk, dus jij krijgt een bordje. Dankjewel. Ik geef deze pet nu aan iemand anders. Nou, dat is lekker veel. Nou, volgens mij doe ik hem wel heel graag. Dus, ja, kom maar. Ja. Jongens, niet als... Ja, waar moet dan aan? Rechtervoet op groen. Nee, dat gaan we nooit doen. Nou, dit is voor mij is een hele lastige, want iedereen die... Lukt dit op! Ik kan niet! Daar gaat de boyband! Oké, jullie zijn allebei af, dus jullie moeten heel eerlijke vraag beantwoorden. Thomas, jouw vraag is, wat is je grootste droom? Mijn droom is om ooit net zoals Queen in Wembley te staan. Luc, wat zou je doen met 1 miljoen euro? Ik zou er een hele mooie studio van bouwen en gewoon een heel mooi huis. Ja. En op roadtrip gaan in Amerika. Oké, linkerhand op geel. Linkerhand op geel. Ja, dat kan ik niet. Dan ga ik sowieso op geel. Nee, ik maak het mezelf heel moeilijk. Dan ben je oud. Wat? Hij krijgt een vraag, nu moet hij binnen 10 seconden antwoorden. Wat is 5 keer 12? Wat? 5 keer 12. 60. 1. 60? 60. Is goed? Oh, 60. Ja, je hebt het goed. Oh, yeah. Binnen 2 seconden. Rechtervoet op rood. Oh, dat moet wel heel zijn. Oké, doordraaien. Rechtervoet op groen. Nee. Ja, je maakt het langer. Nee, door. Rechterhand op geel. Rechterhand. Linkervoet op rood. Linkervoet op. Oh. Wat moet je doen? Waar nog steeds doen? Larissa, ik ga een vraag stellen. Ja. Wat is het laatste wat je hebt gedaan wat niet mocht? Het mag niet, maar het is niet heel erg of zo. Maar ik heb altijd gewoon een potlood van school meegenomen. Maar nee, maar het is. Rechterhand op rood. Waarom maak je dit zo moeilijk? Mag niet. Ik kan niet. Ik heb best wel volgehouden, alleen er was geen plek meer. Of een week niet zingen, of een week geen social media. Een week geen social media. Ik zing toch de hele dag door. Nou, dan krijg je ik heb iets gezien. Joep zat net met zijn knieën. Nou, dan gaan we verder. Oké, even mijn camera. Helemaal niet. Joep, je bent af. Je zat net met je knieën op de grond. Ik zag het. Er was ja, hij is af. Hey. Hij geeft het toe. Hey, even applaus. Hij geeft het toe. Nou, Joep, je bent af. Nou, mijn vraag voor jou is, waar ben je bang voor? Voor niks. Jullie weten allemaal zelf, ik ben nergens bang voor... Ik ben zo'n persoon, die is dan eigenlijk wel bang voor horror, maar dan vind ik het toch wel leuk om te gaan kijken. En dan lig ik s'avonds in mijn bed en dan denk ik zo van, ik had niet die film moeten kijken, maar eigenlijk ben ik nergens echt bang voor. Rechterhand op rood. Linkerhand op blauw. Oh yes. Oh ja, dat is goed. Kaylee is af, ze zat met 2 voeten op hetzelfde. Nou, Kaylee, helaas, je bent af. Maar ik heb een vraag voor jou. In 10 seconden moet jij raden, wat is het dubbele van 108? 1. Oh, 2. Ik kan niet onder drinken. 236. Ja. Ja. Ik kan niet onder drinken. Je hebt het goed. Snel, alsjeblieft. Oh, mijn tenen. Oké, we gaan het... Loopers! We gaan het spel moeilijker maken. Want we gaan het doek halveren, dat ze maar op de helft mogen spelen. Het is wel spannend, want het wordt dan wel heel moeilijk. We gaan nu weer verder dus. Ik ga Ryan. Rechtervoet op rood. Rechterhand op blauw. Rechterhand op blauw. Rechtervoet op groen. Is het gewoon met linkervoet op groen. Ja,
Ja. Shit. Helaas. Helaas. Helaas, meiden. Want dat mag niet. Eva, geen verplaatsen, dat mag niet. Oh, Eva, zo was nog wel. Nee, dat mag niet. Ik ben in de finale. Ja. Wat is jouw grootste blunder? Nou, ik heb niet echt blunders, denk ik, maar wel vroeger. Ik hield heel erg van eten en snoep. En toen op vakantie, toen was ik heel klein. En toen ging ik rustig op mijn fietsje, ging ik zo over de camping. En toen waren mijn ouders me kwijt, want ik was echt 3 uur weg. En toen waren zij me aan het zoeken en in de sloot en zo. En toen kwam ik terug en toen zat mijn hele hoofd onder chocola en zo. Want toen ben ik in elke caravan gegaan om snoep te vragen en chocola. En zij hadden me helemaal gezocht. Ja. Dat is inderdaad een grote vraag. Oké, Lo. Wat wil je later worden, maar het mag geen zangeres zijn? Dan Fresh of presentatrice. Leuk. Kort en duidelijk. Ik ga nu een vraag stellen aan Eva, want die is ook afgegaan. Dus Eva, vertel. Hoe vaak heb jij al touwtje gesprongen voor Junior Songfestival? Heerlijk zijn, hè? Oh, ja, maar dat is... vaak genoeg om een goede conditie te hebben. Ja. Het is wel zo. Maar hoe vaak? Ja, maar dat weet ik toch helemaal niet. Elke dag? Nee, niet elke dag, maar ik fiets ook naar school, hè? Ja, zeg jij! Ga jij zeggen. Maar ik ga het wel doen. Wij moeten dus touwtje springen om onze conditie een beetje te verbeteren, zodat we goed kunnen dansen en zingen tegelijk. Eigenlijk moet het wel echt elke dag, want anders dan staan we daar op het podium en dan slaat onze stem over en dan kunnen we niks. En dan achteraf gaan we huilen. Ik neem een springtouw mee op vakantie. Ik ook. Ja. Ik ook sowieso. Ja. En ik heb zo'n snorkel waar je doorheen kan praten. Het mag niet, want ik wil verder. Oké, we gaan nog wel langer. We gaan nog langer. Oké. Rechterhand op blauw. Oh, dat rechtervoet op rood. Oh, dat maakt het ook niet heel veel moeilijk. Nee, dat staat ook wel zo blauw. De vorige was toch blauw? Jawel, ja! Nee! 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 Wacht, Thijs moet nog een vraag beantwoorden. Thijs! Omdat Lemay heeft gewonnen, mag Lemay nu een vraag verzinnen voor Thijs. Oké, maar ik ga even een teambespreking doen. Ik ga wel weg. Ja, oké. Lemay. Wat ga je doen? Vraag Thijs. Vind je leuk? Voor wie is de vraag? Welke vraag zou jij aan Thijs stellen? Laat het dan weten in de comments. Oké, maar even. Wat gaan we even een teambespreking. Ik ben doodsbang. Oké, ik heb een vraag. Thijs. Ik ben doodsbang. Wie vond je het knapste van de jaren Jezef? Van alle jaren bij elkaar. Ja. Thijs, je weet het allemaal. Zij en ik kijken naar dezelfde maan. Oké, nu is het even tijd voor een kampvuur. Let's go! We hebben allemaal wat meegenomen om over te vertellen bij ons kampvuur. Dus Thomas, begin jij maar. Nou, ik heb een gitaar mee, omdat mijn allereerste woordje was in plaats van papa of mama, was dat daar. En mijn hele familie begrijpt niet wat ik bedoel met daar. Maar dat was dus gitaar. En vandaar dat ik ook een gitaar mee had, want altijd als ik een gitaar zag, ook al toen ik 1 was, ja, het werd gewoon helemaal gek. En ja, daarom heb ik mijn gitaar meegenomen. Ga je ook een liedje spelen? Ja, liedje, liedje. Liedje. Wanneer heb ik welke? Maar het leukste is natuurlijk, je vraagt of ik zie. Heb je een sigaret? Is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou en mij kunnen zijn. De zeven in de radio zat. Wat ik van de dag verwacht.
nu aan de beurt is Noor. Oké, ik heb dus ook wat meegenomen. En ik heb dus dit fotolijstje meegenomen met mijn selectieteam. Daar waren we allemaal nog heel jong. Want ik zit dus nu al bijna 7 jaar met hun in het selectieteam. En we hebben al heel veel meegemaakt met z'n allen. We zijn bijvoorbeeld Nederlands kampioen geweest. En we hebben in Ahoy gedanst met elkaar. En ja, we hebben gewoon al heel veel herinneringen meegemaakt samen. Dus ja, ik ben gewoon super blij met hun eigenlijk. Ja, nou, ik heb een foto van mijn gezin. In Spanje was dat. En het is echt heel leuk, want ik vind het echt een hele mooie foto. En mijn hond hoort er natuurlijk ook bij, maar ik heb hier gewoon even een lichtje voor gekocht. En, want mijn hond is overleden helaas. Alleen met foto's kijk ik altijd heel erg naar terug. Dus ik vond dat heel leuk. Nou, ik heb een foto meegenomen van ik, mijn opa en mijn oma. Mijn oma is helaas overleden aan kanker, maar ik vond het wel een hele mooie herinnering. Op deze foto ben ik iets van 5 jaar oud of zo. Maar we hebben altijd hele mooie herinneringen gehad met mijn oma. En we deden ook altijd heel veel leuk, zeg maar. Zoals aan de dierentuin hier. Ik heb mijn aap meegenomen. Hij heet Apie. Ik slaap hier nog steeds mee. Ik heb hem al sinds ik geboren ben en ja, ik vind het een hele mooie herinnering, gewoon sinds mijn geboorte. Ja, nou, ik heb dus ook een knuffel meegenomen. Deze heb ik van mijn opa gekregen toen ik 2 was en die is zeg maar ook overleden aan kanker. En ik heb niet echt veel met hem meegemaakt, maar ik weet nog wel een beetje dat we met elkaar naar de dierentuin zijn gegaan en dat ik heel erg gek op apen was. En uiteindelijk dus zeg maar dat ik iets leuks mocht uitzoeken en dat ik toen een aap heb gekozen. En hij blijft er voor mij altijd bij. En ik denk dat hij dit ook heel erg leuk had gevonden als hij dit had geweten. Nou, ik heb mijn kinderen voor kinderen gouden award mee en ik heb hier echt super veel geleerd. Maar ik vind deze vooral heel bijzonder omdat ik er hier zelf ook op sta. Dus ja, ik ben er gewoon echt super blij mee. Gouden award betekent dat de cd meer dan 20.000 keer is verkocht, dus dat is best wel veel. Ik had een solo in het liedje Hand in Hand en daar gaan we nu even een stukje van zingen. Tot mee. Want ik heb ook een keer op kinderen gezeten in hetzelfde jaar als Larissa. Ja, oké. Iedereen aan de kant, want wij gaan hand in hand. Door het hele land gaan wij samen hand in hand. Want samen schijkt een band, dus wij gaan hand in hand. Door het hele land gaan wij samen hand in hand. Ik heb deze edelsteen meegenomen. Vanaf mijn 6e tot mijn 9e zat ik niet heel lekker in mijn vel, vooral op school. Ik liep een beetje achter en zo, dus ik had het niet heel erg fijn. En toen ging ik naar een andere school en toen had ik echt hele lieve juffen die mij heel goed begeleiden. En waaronder mijn hele lieve zangjuf. En toen die tijd dat weer wat beter ging, kreeg ik deze steen. Dus deze steen staat voor mij symbool als... Als je in mindere tijden zit, dat je dan gewoon positief moet denken en dat je altijd een tweede kans hebt en dat het altijd wel goed kan komen. Maar wel knap hoe je ermee omgaat, want hier merk ik er niks van, want ik merk gewoon dat je vrolijk bent en dat je doet wat je leuk vindt. Die man is vrolijk, ik weet niet. Ja, maar het is echt al best wel een tijd geleden. En ik denk vooral nu aan de leuke dingen, waaronder dus het Junior Film Festival. En dat vrolijkt mij altijd wel. Next is... Ik heb geen idee. Nou, wie wil als volgende? Danny? Ja, is goed. Ja, ik heb het olifantje mee. Want die heb ik ooit gekregen van mijn oma. En ik noem haar altijd oma koekje, omdat ze altijd lekkere koekjes mee had. En ze betekende heel veel voor mij. En toen ze dood ging, hebben we zelfs de grafkist hebben we zelfs versierd. Dus dat was dat heb ik ook met mijn met koekjes. Ja. Echt? Nee, met stukjes. Heb je ook een koekje opgetekend? Ja. Echt? Ja. Nou, leuk. Ik heb mijn knuffeltjes meegenomen. Want deze heb ik gekregen ergens op Sinterklaas heel lang geleden. Omdat mensen niet echt altijd heel erg aardig tegen mij waren. En ik schreef dan altijd mijn zorgen en dingen op
op een papiertje en die deed ik altijd in ja, de rits. En toen ging ik ermee slapen en dat gaf mij dan hoop en zelfverzekerheid. En dat hielp mij heel erg. Ah. En het, ik vind ze nog steeds heel leuk. Schrijf je er nog steeds briefjes nee, in? Nee, dat niet. Oké, ik heb dus iets en het is niet dit, maar het zit hierin. Er zitten zeg maar allemaal dingetjes in. Dus bijvoorbeeld een fotootje met mijn allerbeste vriendinnetje die we al heel erg lang geleden hebben gemaakt. En ook dit smurfje. Deze was vroeger van mijn opa en die had hij toen uiteindelijk aan mijn vader gegeven. En toen had mijn vader hem in de auto hangen, zeg maar gewoon aan het spiegeltje, weet je wel. En toen reed hij ergens in Amsterdam en toen was de auto dus in de fik gevlogen. Maar toen was hij dus alleen nog, had hij alles zeg maar in de auto laten liggen. Alleen toen nam hij alleen nog deze mee en er zit ook nog een beetje van die brandvlek op en zo. En nu heeft hij hem aan mij gegeven zodat ik geluk heb. Dus ja, dat. Ik heb dus twee knuffels meegenomen en dit is mijn geboorteknuffel. En in dit oor hoor je dus een beetje van dat soort van geknetter of gerispel, hoe je het wilt noemen. En mijn moeder die dacht van, ja, we moeten een keer Lo's knuffel wassen, want ik liet dat nooit toe. Dus ze had deze gekocht. Het was een beetje een lookalike, dus ze dacht, nou, dan doe ik deze aan Lo geven en doe ik deze in de was. Alleen, ik wist dus aan dat geknetter dat mijn moeder dan deze in de was had gedaan. Dus dan zei ik van, ja, ik wil hem weer terug en... Zo heeft mijn moeder eigenlijk nooit mijn knuffel kunnen wassen. Maar hij is ja, heel dierbaar voor me en ik kan er gewoon goed. Ja, ik kan gewoon. Ik slaap er elke avond mee en het geeft me gewoon rust of zo. Dus dat eigenlijk. Oh. Hebben ze ook namen? Nee. Ze heten gewoon schapen en schaap. Schaap en lam. Ja, je hoort het. Oké, ik heb hier een Platina Award van Cor 40. Ik heb dus toen in Ahoy gestaan met Kinderen voor Kinderen. En mijn opa, die was toen best wel ziek. Dus die kon er niet bij zijn. En ja, ik hoopte gewoon dat hij erbij kon zijn. Maar ja, helaas. Hij is nu 2 jaar overleden, denk ik. Ik denk dat een deel van de mensen het ooit wel heeft gezegd. Dat ja, je opa of oma echt wel een superheld voor je is. Maar mijn opa was wel echt een superheld en mijn maatje. Dus ja, ik kom altijd bij hem terecht en ik denk dat hij wel trots is op wat ik allemaal heb gedaan. Nu gaan we naar de laatste. Dat is Luna. Luna. Ik heb mijn spitsen meegenomen. Nou, dit zijn ze eigenlijk. Ik danste er niet heel veel op, maar ik heb... Laatst een dans op spitsen gedaan tijdens het Zwanenmeer. Ik dans al klassiek ballet vanaf mijn derde. En mijn droom was altijd om op spitsen te dansen. En dan is dat nu eindelijk uitgekomen. Het klonk ook altijd heel leuk, alleen het is heel pijnlijk. Hoezo is het eigenlijk pijnlijk? Nou, je staat zeg maar gewoon op je tenen. En daar zit dan een klein laagje schapenwol over. En ik heb mijn al bijna uitgedanst. Dit is mijn die ik nu gebruik. En hij is heel dun. En hij valt bijna uit elkaar. Maar ik heb ook nieuwe. En dan zie je het verschil heel goed. Want deze zijn heel dik. En die moet ik nog indansen. En dat gaat wel heel zwaar. Want dan pas ik niet meer in mijn speech. Nou, alle verhalen zijn verteld. En nu is het tijd voor marshmallow. Yeah! Er zit een maar aan. We hebben maar 12 stokjes. Dus er zijn 2 mensen die nog even het bosje moeten gaan. Helder, we gaan hun stokjes zoeken. We moeten een beetje oppassen waar we lopen, want het is echt best wel donker. Dus we moeten even schone takken vinden. Deze, Sam? Ja, die vind ik een hele mooie. Daar zit een hele mooie tak. Zullen we even kijken. Welke? Ja. We hebben ze gevonden! Speciaal voor iemand gemaakt. Ik wist het niet. Mag ik eten? Alsjeblieft. Ik ga hem eerst naar de appels. Mijn is perfect. Nee. Hier krijg je honger van. Nou, ik heb echt een hele lange stok, dus ik kan nu vast als ik mijn handen niet meer verwachten.
Ja, dan zit er al lekker een handje. Wil je nu al een koekje? Oh, ik zou wel even dit doen. Ik ga niet eten, want ik wil niet. Dat is het lekkerste. Hem toch? Dit is perfect. Iets te, maar het maakt me niet uit. Kijk. Fantastisch! En Limburgse Luna met de H, met de zachte G. En ik ben de Luc met de fantastische harde R. Jongens! Wij gaan nu tanden poetsen. Ja. We zijn nu met de hele JSF groepie. Ik ben even het verhaal verteld. Ik ben echt geprikt door iets. Een mug! We gaan nu met deze toeter hun even laten schrikken en daarna gaan we vertellen dat we nu even of ze zin hebben in een feestje. Dus laten we dat gaan doen. Danny, jij kan haar niet aan. Ik speer jou, jongen. Hebben jullie zin in een feestje? Ja! Yeah! Yeah! Weet je die ene keer dat ik nog na moest blijven? Omdat ik jou nog snel die toets liet overschrijven. Wat? Daarna vroeg je waarom ik er niets van zei toen. En ik zei nog een dagje zou het ook voor mij doen. Hadden geen ruzie om het mooiste meisje van de klas. Dat weet je niet als je echt vrienden van elkaar was. We weten niet precies hoe volgt. Goeie bedankje, bedankje. Vanavond is jouw avond, check in that my love. No, it doesn't matter, just be like whatever. Zolang je maar jezelf blijft. Waar je ook vandaan komt, just show them what you got. Vanavond is jouw avond, check in that my love. No, it doesn't matter, just be like whatever. Oké, dit is het einde van de vlog. Ja. Vragen. Het is al super laat. Iedereen van het JSF slaat. Nou, het is nu 4 uur. En iedereen van het JSF slaapt al. En ik ga dus van deze crash. Mijn stem is een beetje dood. En ja,
Leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Doe zeker een duimpje omhoog. En wij gaan nog even verder. Yes, let's go! Looper! Looper! Stop! Stop! Ja, begrijp je nog wel? Zo! Oh, ik hoor dat... Ik zie het! Tot de volgende keer. Doei! Ga nu naar binnen, Tant. Binnen het zand! Ja. Thomas! Nou, ik schrok me dood. Ik ook. Zo, die werkt goed. Ah! Ja! Sam, je hebt een slechte toeter. Ja. Ja, zeker. Wip me op een sokje als een zuiver. Laat me lekker draaien. Nee, doe dat nog eens, dat ziet er gewoon uit. Iets naar omhoog. Nee. Ja, you got games on your phone? You got any games on your phone? Mijn grootste droom is om ooit net zoals Queen op Live Aid te staan. Maar dan niet op Live Aid, maar dan in... Nou, dat is heel... Wat zeg ik allemaal? Oké, even opnieuw. Piep. Oké, we gaan het... Kom op. Loopers. Ik ga een vraag stellen. Welke vraag zou jij aan Thijs... Stellen? Stellen, oké. Welke vraag zou jij aan Thijs stellen... Laat het weten in de comments. Yes. Oké, jongens, wij gaan nog even verder feesten. Doei.